Legends, daar zijn we weer. Oh, een nieuwe arc. Kijk dan, hele Rock Elemental Army. Sommigen zijn al een beetje geleveld. Wat ik realiseerde, de zwakste, dat is deze. Die heb ik al het meeste kunnen levelen. Weet je waarom? Omdat deze werd aangevallen terwijl ik hem in de cryopod wilde. Dus hier heb ik gewoon kills meegepakt. En de XP gain is gewoon dusdanig hoog. Wat ik ook even wil checken trouwens. Oh ja, dit is echt puur bijzaak hoor. Is echt. Ah, het is bijna overbodig. Maar ik ben gewoon even zwaar benieuwd, oké? Okay? Even kijken. Hé, jullie zijn trouwens ook allemaal. Oh shit, ja, jullie zijn ook allemaal. Oh, ik was jullie gewoon oprecht vergeten. Deze zijn wel goed qua stads en zo. Ja, ik moet deze wel even gaan opruimen. In ieder geval, even kijken. Wat wilde ik nou doen? Oh ja, hier. Mijn poolmod is stuk. Ik moet even reloggen. Ja, gewoon een kleinigheidje, hè. Gewoon een kleinigheidje. Omdat we natuurlijk in stijl alles willen aanpakken. Hé, maar tof dat je weer kijkt, man. Goed dat je er bent. Nieuwe Arkdag is begonnen. Arkweek going steady. Vooral heel lang trouwens. Oké, ja, we kunnen dus gewoon even kijken of we dit hele felle kleuren kunnen. Volgens mij kan dat niet op een Rock Elemental, maar ik ben nou gewoon even benieuwd. Als het goed is, even spyglass check hoor. Even een spyglass check. Als het goed is ook wel gepaint, maar kan het dan gewoon niet? Dat doe je nog niet. Kom op. Ja, alles is rood, maar je ziet het niet. Het enige wat je ziet zijn die stukken ertussen, die vleesstukken. Nou, je ziet het wel een beetje. Je ziet het wel een beetje. Oké. De enige region die er dan toe doet is 1. Ja, die kleuren zijn wel vaag met een Rock Elemental, man, door het steen. Dat is denk ik ook geen chille kleur per se om hem te geven. Nah, nee, niet echt. Oké. Okay. Nou ja, kan er een beetje... Ah, op zich ziet het er nog wel ziek uit van een afstandje trouwens. We gaan er gewoon even Ninja Turtles van maken. Ze moeten nog blauw en groen hebben. Ta-ta-ta-ta-ta! Teenage Mutant Ninja Turtles. Hey, wacht. Ik heb oranje nog niet. Oh, hoeveel Ninja Turtles zijn er? Je hebt Leonardo, zwaarden. Oh, wacht. Groen bestaat helemaal niet. Nee, het zijn groene turtles. Dat kan helemaal niet. Je moet oranje zijn. Turtles coming up! De groene Ninja Turtle. Ja, man. Oh, die Maywings. Is je nog op Fjorder? Oh, ik mis ze. Kijk, Ninja Turtles. Let's get it. Oké, ja, kleinigheidje. Ik ga ze heel eventjes levelen. En ander kleinigheidje. Ik heb een blueprint dus van Rock Elemental Saddle, maar hij is niet heel goed. Ik moet eigenlijk even iemand vinden die Mastercraft heeft. Of ik moet zelf een Mastercraft blueprint vinden. Vind ik ook prima. Ik dacht dat ik hem beter had dan die ik nu heb. Maar deze niet. Ik heb wel deze dus. Ja. Ja, het is beter dan niks. Dat sowieso. 100% beter dan... Nee, wacht even. Ja, oké, is beter dan niks. Maken er daar nu even twee van. Ik denk wel dat ik mijn crafting skill... Nou ja, nee, zelfs dan. Als het dan iets omhoog gaat, dan is het misschien max 35, denk ik, man. Ik denk niet dat het heel veel gaat toevoegen. Eerlijk gezegd. Wat is dit eigenlijk? Oh, Limantria. Nou ja, trash. Nou ja, op zich, weet je, het is iets. Het is iets. Zou ik hier even een saddlebak van maken? Saddles. Ik hier wel even de BP-ding van maken. BP. Nu nog allemaal trash natuurlijk, maar dat maakt niet uit. Benieuwd. Oh ja, we moeten eigenlijk met Power Woman... Dat moeten we niet vergeten. De productie moet aanblijven. Dat vind ik altijd lastig staan, solo arc. Gewoon blijven beuken. Ja, Power Woman moet eigenlijk nog gewoon bezwangerd worden. En dan moeten we hier even goede gens maken met die dingen. Kamui. 41 HP Kamui. Dit noemen we dan stash. Dit is even de stash bak. En dit wordt de daadwerkelijke use bak. Dus Kamui doen we even daarin. Want we moeten die wel, die met die goede stats. Dus deze Poison Wyvern. Ja, hij is wel... Prima out of the box, zeg maar. Maar hij is niet beter dan wat ik heb. Het is een meter eigenlijk. Ik denk dat ik het beste gewoon meteen een eitje kan maken tussen deze twee. Dat is denk ik het beste om te doen. Nou ja, terwijl dat gebeurt. Ja, neem een zadel. Het is nog wel een beetje lastig. Je moet hier eigenlijk nog wel een soort van wandelpad hebben. Maakt toch verder niet echt uit dat er doorheen komt of niet. Zou dit breed genoeg zijn? Oh nee, denk ik niet. Dit als het goed is wel. Ja, toch. Ja, ja. Ik baal nog steeds dat hier geen water is, man. Ik dacht echt... Ik weet echt niet of ik gek ben of niet, maar ik dacht oprecht dat er water was hier. Pak ik natuurlijk de Rock Elemental die al het meest geleveld is. Nou ja, boeien. Komt u maar. Even neer. Even neer, jongens. Even neer. Joink. Joink. Jezus. Hoppa. Hey. Ja, deze level niet meer zo heel hard. Maar alle beetjes helpen. Zit hier Rock Elemental. Oh, Limantria. Oh, oké. Okay. Ja. Die is wel hard. Die is oprecht. Oh, dat is. Oh, is de taming ook zo chill. Holy shit. Dat is echt. Dat is oprecht mijn beste loot drop, denk ik. Die ik tot nu toe heb gevonden. Ja. Ja, dit is allemaal om te prep om te. Ja, dit is eigenlijk allemaal de prep om te reden, jongens. Die longneck gaat me wel helpen voor de snipes. Sowieso. Sowieso. Oh, man. Dat vind ik al big, man. Dat is big. Maar ja, nu voor de rest van de moatis. Die hebben we nog niet geleveld. Nee, zeker weten niet. Okay, hier staan nog iets meer dino's, als het goed is. Dit heb ik iets anders gebouwd. Ik weet niet of ik hier langs op kan zonder dood te... Oh nee, dat gaan we niet doen. Nee. Dat gaan we echt niet doen. Ik kan even ramps. Ik denk dat het makkelijkst is. Ramps zijn het makkelijkst. Ik kan een beetje eroverheen. Via een veilige route. Ik dacht, dat gaat wel er langs op. Maar nah. Ja, alleen de ramps willen gewoon nooit hoe jij ze wil. Nooit. Die sterren zijn veel steiler, of niet? Ah, oh, die sterren zijn veel beter, man. Die sterren zijn echt 100 keer zo goed. Kijk, zo doen we dat. Hartstikke idee. Hoppa. Hallo, jongens. Hallo.
metgezellen. Sterf, alsjeblieft. En of ze goed te worden. Hoppa. Ik denk dat dit een mooi aantal leveltjes zijn al. Oh, hier zit een rubble golem. Oh nee. Hoeveel doet een steen op een andere golem? Helemaal niks. Ah, dit gaat gewoon helemaal goed. Rubble is nu neer. Yep. Alle andere dingen zijn nu ook neer. Nice. Ja, kijk. Toch wel mooie levels. Hoppa. Nou, we gaan maar door. Hé, hey, dit ding kan de rubble golem harvesten. Dus ik helemaal niet. Oh, chill. Oké. Okay. Nou ja, deze heeft nu in ieder geval bijna 34 KAP. Dat is ook lekker. Dan moet ik eigenlijk nog twee doen en dan zijn we klaar. Moet dat maar gebeuren, hè, jongens. Ik moet ook even een nieuwe sulfur pakken trouwens. Want dat heb ik wel echt opgemaakt. Kan die dat ook harvesten? Nee, toch? Nou, jawel. Oh, what the fuck. Wacht, wist ik dit? Ik wist wel dat hij stone kon farmen. Oké, okay, maar hij laat dan wel de sulfur liggen. Hij pakt er geen dingen uit. Op zich wel chill hoor, want stone kan ik gewoon heel goed gebruiken. Ja, oké, okay, hij pakt ook geen obsidian dus. Nee, stone kan ik oprecht heel goed gebruiken. Vooral omdat hij ook in deze cave super veel shit in is, weet je wel. Zo, niks meer aan doen. Dat. Oh, lekker. Ja, ik denk dat hier nu een eitje moet liggen, ergens. Oh, hij is uitgekomen zelfs. Een 41 HP female, weer. Ja, en daarmee gaat het ook wel eens wel lekker. Ik moet nog even meer lampen hebben ook, man. Oké, okay, dan heb ik dus... Dit is de... Ja, Kamui, die is ook 41 HP. Lightning Wyvern. Dat is een breeding paar. Ja. Die zijn ook nog nuttig. Dat hoeft allemaal niet per se in de stash. De poison wel in de stash, ja. Ja. Oké, okay, alles klopt weer. Balance is binnen restored. Ik wil eigenlijk in plaats van lampen natuurlijk die fakkels ophangen. Want dat is gewoon vet. Nou ja, ik wil ook gewoon licht hebben in mijn kate. Zo, nu is er wel redelijk licht in de kate. Dit is dus echt een dode hoek qua electricity. Ik heb hier niks. Helemaal niks. En ik heb al 3 generators gestaan, dus dat schiet niet op. Is dat Megalania? Oh ja. Zit die gek op de muur, man. Ah, deze doet wel al meer damage, hoor. Hoppa. Zo bruut ook, jongen. Eigenlijk als zo'n gorilla zit je zo neer te mappen. Hier, kom even van de muur af, jongen. Bamba. Easy. Oké, heel veel leveltjes erbij. Ja, toch. Ja, ja. Zo, maar dit is ook echt een goede stone farm, man. Oké, was ik helemaal vergeten eigenlijk. Ik denk dat dat het vooral is. Ik denk dat ik het vooral vergeten was. Want dit is nice. Ik kan nu echt ja, heel veel CP maken. Dus ik heb die slakken. Passive Argentina of cementing. Ja, Argentina paste generatie in principe. En dan kan ik hier ook nog gewoon ja, lekker steen mee farmen. Gewoon easy. Gewoon echt om de hoek van mijn basis al. Wat natuurlijk met de chitin die ik hier ook krijg ook weer CP maakt. Dus deze campbenches, ja, jongen, die kan ik gewoon continu blijven stacken hier. Even kijken, dit is... Nee, dit is de gunpowder. Maar die moet ik ook even aanzetten. Ja, hier, kijk. Doe ik gewoon zo. Stone man. Kijk, hoppa, CP er weer bij. Dan hebben we deze nog. Oh ja, dat was voor dat. Nou, kleinigheidje, hop. En hier moet dan natuurlijk ook nog stone in eigenlijk. Maar dat is nu op, hè. Dat is op. Ja, ja. Wel echt legendary, jongen. Kijk, die CP die komt gewoon steeds meer erbij. En dat dan ook nog, als ik nu Argentina Paste doe. Zo, kijk, deze hebben gewoon al 300 erbij gemaakt. Ja, joh, dat gaat zo easy. Helemaal blij mee. En deze, kan ik die spoelen? Lekker, man. Scoopje erbij. Lekker, hebben we gewoon een zieke longneck, man. Oh, daar ben ik echt heel blij mee. Dat is oprecht gewoon heel fijn om te hebben. Ja. Helemaal chill. Oké, jongens. Het is tijd om even een doelwit uit te kiezen en stappen te gaan maken. Ik zou ondertussen eigenlijk ook helemaal niet weten waar ik mijn fop heb. Ja! Wacht, is het? Ben je toch flink onzichtbaar, of niet? Steeds veilig. Perfect. Oh, bedden even meenemen. Sowieso even fopje mee, hè. Fopje mee, fopje. Weet niet meer waar mijn Adobe fop is. Heb ik die in de andere vault gedaan? Kut, misschien wel. Nee, ook niet hier. Dat is wel mijn raid loot, man. Perfecte moment om te gaan. Perfect. Ik wil alleen even deze opzetten, anders zie ik niks. Oké, we gaan toewerken naar de raid van Tinus. Alleen, die kunnen we nu denk ik nog niet aan, of het is nog niet handig. Dus we gaan een van die kleinere targets pakken, oké? Damn, wat een storm! Ik zit er middenin! Zo hard er middenin dat crash. Nou, ik ben al 2 keer gecrashed achter elkaar, ondertussen. Maar, toen ik inspande, zag ik dat... Is mij dat een rockhelm? Letterlijk voor mijn neus. Dus ik ben gewoon even benieuwd. Misschien heb ik geluk bij een ongeluk. Misschien, hè? Misschien. Nee, ik heb gewoon pech. Ik crash gewoon voor niks. Wat verdomme. Nou, hopen dat hij nu niet crasht. Hé, daar gaat die trein helemaal langs, of niet? Is dat de trein? Dit is wel een structure, man. Dit is de trein, toch? Ja, dat is de trein, oké. Okay. Wie, oh, wie gaan wij pakken? De keuze is reuze. We kunnen dus kijken bij hier, Zwarte Nacht en Gremlin. Ja, Gremlin nog niet klaar. Ik denk wel dat hij nog een andere base heeft. Maar aan de andere kant is er wel een smiddy, alsof hij dat daar allemaal aan het craften is. Maar ik verwacht wel een andere basis.
Dit zouden we kunnen proberen hier. Of is dit weer iemand anders? Nee, wacht, wie is dit? Spoorwegenbelasting, dit is iemand anders. Hold up. Spoorwegenbelasting. Ik weet ze wat te vinden, jongens. We hebben een hele waslijst die we kunnen pakken. Als ik een spoorweg heb, wil ik geen belasting gaan betalen. Dus ja, die zit er ook gewoon lekker bij. Nou, op zich. Kijk wat er gebeurt. Nee, oké, die zijn allemaal zwaar op passive. Ja, die zijn allemaal op passive, man. Het is meer dat ik een pillar base gewoon irritant vind, maar dit ziet er eigenlijk best wel... Ja, het kutte is, ze gaan van boven naar beneden schieten. Dat is wel een issue, eigenlijk, nu ik erover nadenk. Je zit natuurlijk hoog op je rock element en je wilt er niet afgeknald worden. Dus daarmee kunnen ze je wel enigszins pakken. Oh, fuck. Even kijken of dit lukt. Staat er iemand of is dat... Oh, dat is een nanny. Oké. Okay. Ja, hoe zouden we dit kunnen doen überhaupt? Ik zou dan zeggen van boven naar beneden, maar ja... Hoeveel bullets zitten erin en zo, hè? Ja, het voordeel is wel, als je rock elemental eronder komt en je kan onder de benen staan van je rock elemental, dan kun je move maken, zeg maar. Heb ik iets onder een dak zou kunnen hebben? Nou, nee, niet op zo'n smalle pillar. Ook iets uitgooien daar zou wel kunnen, maar dan moet je hem goed met een angle flippen, zeg maar. Zo kun je er gewoon aanhangen en dan een cryo naar boven gooien en hopen dat hij daar op de rand eruit komt. Dat is gewoon veilig genoeg, toch? Dat zou wel kunnen. Ik weet niet of dit gaat lukken. Dat is echt heel erg afhankelijk van hoeveel bullets erin zitten. Het voordeel is wel maar één kant te tackelen. Ik denk niet dat die super moeilijk is. Want ik heb te maken met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 heavy turrets. Het is wel heel veel. Dan gaan die levens al snel eraf. En dan eventueel nog meer, hè. Maar ik moet dan, ja... Ik moet eigenlijk even testen of hij dino's neerschiet. Dat zou echt het hele verschil kunnen maken van de hele raid dan. Maar ja, ik heb nog niks bij me natuurlijk. Ja, behalve deze wyvern. Ik weet niet, misschien wil ik deze wel gewoon proberen, man. Waar zijn die anderen dan? Oh, die zitten daar. Maar ik zou nog niet goed weten wat een lekkere angle is voor deze. Je wilt sowieso echt recht naar die deur. Ja, als je eenmaal bij die deur bent, dan is het gewoon een beetje klaar, hè. Ik denk wel dat er turrets binnen staan. Dat denk ik wel. Dat gaat wel echt vervelend zijn ook. Er zijn Argentina's binnen sowieso. Ja, heb ik in ieder geval CP voor deze als dit lukt. Waarschijnlijk. Ah, ik weet niet, man. Ja, dit is wel een goede challenge. Is er iets wat mij fire van boven kan laten coveren? Ik kan een racer er naartoe laten lopen. Ja, die kan ik er niet bouwen. Dat is kut. Ik heb een racer trouwens. Ja, eigenlijk moet je tussen de benen van de rock elemental blijven. Alleen om daar veilig te kunnen staan, ja. Ja, heel misschien zou ik gewoon in de schaduw van de rock elemental mee kunnen lopen. Bijvoorbeeld. En dan dit pushen. En dan C4 hier op de deur en bab. Zal ik dit eens gewoon proberen? Fuck it, dude. Als de keer niet lukt, lukt het de keer niet, hè? Dat kan ook gewoon. Dat kan ook gewoon. Dat maakt helemaal niet uit. Zolang we het maar naar ons zin hebben. Dat is alleen de vraag, kan ik veilig hier landen? Oh, niet naar boven glitchen alsjeblieft. Kunnen wij veilig hier landen? Dat kunnen wij. Kunnen wij ook veilig hier een foundation plaatsen? Nou joh, dat kan ook gewoon. Kunnen wij dat hier ook? Ik kan op een of andere manier niet de generator inzetten. Waarom kan dat nou niet? Oké, ik heb geen idee wat hier nu gebeurt, maar ik kan mijn Jenny niet. Ik kan echt niks doen met mijn Jenny. Zo. Zo. En... Zo. Oké. Ik hoop niet dat hij nu al gaat schieten. Nee, oké. Die dingen zijn veilig. Alright, we hebben een klein fopje, jongens. Klein fopje. Hebben mooi. Oh, fuck. Oh, dat is een Argentina die dood is. Waarom kwam er een Argentina naar beneden? Ik heb geen idee. Oh nee. Nou, ik ga mijn spullen halen en dan aanvallen. Kijk eens wat mooi verstopt. En uiteraard gaan we dat morgen doen in de nieuwe aflevering. Wat de strategie kan zijn, geen idee. Ik wil hem gewoon neer hebben. Pillarbeesten gevaarlijk, man. En ik wil de lood. Als jullie plannen hebben voor strategie, laat het me zeker even weten. Ik denk gewoon proberen met een cryopod rock elemental, man. Grappel en gaan. Ik moet er alleen niet op zitten, dat is het enige. Het chill is ook, als ze alleen mij targeten en niet de dino, dan lukt het nog beter, eerlijk gezegd. Dan kan ik kijken of ik een angle onder mijn eigen rock elemental kan krijgen. Misschien wel terwijl ik eraan gegrappeld ben en hem gewoon laten lopen naar de muur. Ik ga kijken of ik dit op de Rudy manier kan oplossen, man. Dat zou ziek zijn. Dat zou heel ziek zijn. Alright, thanks voor het kijken en tot morgen.